toch niet te geloven eigenlijk, hè? Noordpool ijsvrij in 20 tot 30 jaar. Straf, hè? Ik vind dat straf. En wat ik eigenlijk nog het meest straffe van al vind, is dat blijkbaar niet iedereen dat straf vindt. Dat daar geen mondiale verontwaardiging rond bestaat. Heel de wereld zou beschaamd moeten zijn. En wat gebeurt er? Niks. Niks. En ondertussen heeft de Belg dus de vierde grootste voetafdruk ter wereld, hè? De vierde grootste, dat is groter dan Amerikaan. Waar een klein land groot in kan zijn, dat zeg ik altijd. Moest heel de wereld leven zoals de Belgen, weet je hoeveel planeten we dan nodig hebben? Zeg het eens, schat. 4,5. 4,5, ja maar. Dat is dus, die voetafdruk is sinds de jaren 60 alleen maar groter geworden, hè? En dan zijn er mensen die durven beweren dat wij goed bezig zijn. Op welke planeet leven die? Op een van die 3,5 die niet bestaan waarschijnlijk, ja maar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de biodiversiteit, hè? Weet je wat de estimaties zijn aangaande de vispopulatie? Men spreekt nu van een overlevingsgraad van 1 tot 5... Wat? Oli. Men spreekt nu van een overlevingsgraad van 1 tot 5% in vergelijking met het aantal soorten dat in de oceanen zwom in de jaren 50. 1 tot 5%? Ja, maar dat is zo goed als lege vis, hè? Op, plat weg, leeg. En... Kijk, hè. Ik ga eens iets zeggen, hè. En ik wik mijn woorden... Ik wik mijn woorden... Ecologische holocaust. Gauw vliegen. Minister van Milieu heeft onlangs op de biodiversiteitsconferentie in Nagoya... Japan, Nagoya. 10 miljoen euro beloofd om overal ter wereld bossen te gaan redden. Maar in Vlaanderen stelt bos niks meer voor. Toch ook de wereld, hè, Vlaanderen. Omdat er 10 jaar geleden beslist is om jaarlijks meer te gaan bossen, staat er nu bij wijze van spreken geen boom meer overeind. En nu gaan ze even, tijdelijk, het is maar tijdelijk, gelukkig, zit allemaal van verkappen. Je moet maar durven, hè. Allee. Die Brazilianen gaan lachen als we zeggen dat ze het Amazonewoud moeten beschermen. Het is heel simpel. 1 woord. Actie. Actie, actie en nog eens actie. Het neoliberale gedachtegoed moet worden bestreden en het is nu dat moet gebeuren. Wij moeten opstaan, allemaal, de kapitalistische vijand recht in de ogen kijken en ze aanpakken daar waar dat pijn doet, godverdomme! Human shields! Lok ons! We moeten ervoor gaan liggen. We moeten ons vastketenen en die machine saboteren. Ja, onze pa. Die belt normaal nooit. Hallo, pa? Ja, zeg, van die Human Shields. Human Shields, ja, pa? Zeg, je moet dat toch eens bekijken, jong. Want dat werkt echt niet zo. Het weekend, vrouwenstemrecht, Egypte zonder Mubarak. Ooit was dat ondenkbaar. Maar dankzij protest en directe actie worden dromen realiteit. Vandaag staan we collectief voor de grootste uitdaging ooit. You got to know. Wij willen zuivere lucht zonder fijnstof. Eerlijk en gezond voedsel. Steden vol groen. Straten zonder auto's. Een economie die niet draait op uitbuiting en de vernietiging van onze planeet. Zoals steeds staan politici en de economische elite op de rem. Ze dwalen. Jij kan het ze duidelijk maken. Onderneem actie. Sluit je aan bij het verzet tegen meer snelwegen in Antwerpen. Doe mee. Jullie, vrees dat we het dan een beetje druk hebben, maar... Ja, hier misschien? Nee, dan gaan we naar de wellness met Patrick en Ines. Oh ja. Ja, druk. Druk, ja. Ja, dat is jammer, maar het komt zo... net niet zo goed uit, precies.